Ja, we zijn weer live in beeld, mensen. De 19e vlog van Martin Haring. En ik kom hier een gebouw in en ik zie dat hier 3D printer is coming soon. En ik weet niet wie hier allemaal zitten, maar ik zie hier een tafeltje met vier mensen erop. En hebben jullie iets te maken met de 3D printer coming soon? Nou ja, degene die 3D printer coming soon is, die staat bij het winkelhuis. Maar dat is Chris. Is Chris van het Wiggelhuis? Van de BAM. Oh, oké, okay, maar dit moet wel de 3D-printer worden van de betonprinter, toch? Ja. Die aangekondigd werd aan het begin, maar die nu eindelijk wel wellicht gaat komen. Wanneer gaat die komen? Weten jullie dat wel of ook niet? Aanstaande dinsdag. Aanstaande dinsdag, mensen. Aanstaande dinsdag, hier op Fab City, komt de 3D-printer. En hij moet daar in dat hok komen, denk ik? Of? Achter, in het hok komt de beton met zand. Oh, in het hok komt de beton en er komen geen beesten in dus? Nee, er komen geen beesten in, mensen. Het blijft gewoon lekker leeg hier. En, maar er komt hier wel een 3D-printer, maar die is er pas, wat is dat weer, dinsdag? Aanstaande dinsdag. En aanstaande dit dinsdag is wat eruit gaat komen. Oh, en dus zo gaat het eruit zien. Even kijken, mooie. Wat mooi zeg. Dus dat komt hier te staan uiteindelijk. Nou ja, niet hier, want daar is het iets te groot voor, maar gaat geprint worden door die 3D-printer. Oh, uiteindelijk, en dat wordt het eindresultaat. Nou mensen, nog weer een mooie gelegenheid om te komen naar Fab City. Hè. Kom kijken hier, dus volgende week dinsdag de 3D-printer van beton.